Aantal meldingen discriminatie fors toegenomen. Het is vrijdag 19 maart. Dit is Zeeland Nu. Ook dit jaar veel meldingen verwacht. Eindelijk een nieuwe huisarts, nu nog een huis. En er is hoop voor de Tax Pro Classic. Goedenavond. Het aantal discriminatiemeldingen steeg vorig jaar met 60% ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging wordt voor een deel veroorzaakt door de Black Lives Matter-beweging. Maar veel klachten hebben ook te maken met de coronamaatregelen. Als je kijkt naar de coronameldingen, dan gaat het bijvoorbeeld over mensen die een winkel worden geweigerd omdat ze geen winkelwagentje of mandje bij zich hebben. Vanwege een beperking dat bijvoorbeeld niet mogelijk is. Stel, je zit in een rolstoel. En ook over de mondkapjes. Maar nog altijd komen de meeste meldingen binnen van discriminatie op grond van afkomst. In 2020 was dat 42% van het totaal en dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De Black Lives Matter-beweging heeft daar zeker aan bijgedragen. Mensen die vanwege hun huidskleur heel veel ervaringen en vervelende dingen hebben meegemaakt, maar dat eigenlijk nooit zo naar buiten toe wilden brengen en dus nu wel zich sterk voelden om een verhaal te delen. Maar aan de andere kant ook meldingen van witte Nederlanders die zich juist gediscrimineerd voelden omdat zij voelden weggezet te worden als zij die discrimineren. Het is goed mogelijk dat dit jaar opnieuw meer meldingen zullen binnenkomen bij het antidiscriminatiebureau. Niet zozeer omdat er meer gediscrimineerd wordt, maar omdat ons bewustzijn is gegroeid. Ik ben in ieder geval blij dat er nu meer over gesproken wordt. Ook aan de keukentafel of in de kantine of tijdens de pauze op school. En dat is al meer dan de helft. En aangeschoven is Mercy Kamermans. Mercy, wat gebeurt er nou eigenlijk al met die meldingen die binnenkomen? Ja, dat hangt eigenlijk een beetje ervan af wat de melder zelf wilt. Het kan blijven bij een registratie alleen. Het kan ook zo zijn dat ze vervolgstappen willen. En dat kan dan bestaan uit een bemiddelingsgesprek bijvoorbeeld met de andere partij. En als het echt om een heel groot iets gaat, dan kunnen ze ook naar het College voor de Rechten van de Mens stappen. Ja, nu zijn dit best wel individuele zaken. Maar wat gebeurt er om in Zeeland breed discriminatie te voorkomen of aan te pakken? Nou, het Deltaplan aanpak discriminatie is net klaar. En dat is een heel groot plan. Dat moet je eigenlijk zien als een menukaart waarbij bedrijven, gemeenten, scholen eigenlijk kunnen kiezen waarmee ze dit jaar aan de slag gaan. Nou, op scholen gebeurt dat van de basisschool tot hbo. En dat het nodig is, dat blijkt wel. Heb jij wel eens te maken met discriminatie? Zeker. Ik heb zelf bijvoorbeeld lang haar. Daar worden wel eens opmerkingen over gemaakt omdat dat niet per definitie mannelijk is. Voor de rest is het bij vrienden wel eens vanwege hun huidskleur of iets. En daar wordt soms gewoon anders op gereageerd. Er worden hele flauwe grapjes kunnen gemaakt worden die gewoon niet door de beugel kunnen. Maar het gaat verder dan grapjes alleen. Als je het hebt over leerlingen die een stage zoeken en dan bijvoorbeeld op grond van hun achternaam toch even heel lastig een stage kunnen krijgen. Tot en met leerlingen die het heel zwaar hebben thuis, die veel minder kansen krijgen om hun schoolloopbaan soepel te laten verlopen en eigenlijk op die manier onbewust en ongewild ook gediscrimineerd worden. Discriminatie, hebben jullie er wel eens mee te maken? Nou, ik zelf niet, maar ik ken wel mensen die er wel mee te maken hebben. Die worden sneller aangesproken door de politie bijvoorbeeld. Ja, dat vooral. Mercy, wat is de verwachting voor dit jaar? Wordt er rekening gehouden met een stijging weer van het aantal meldingen? Dat is natuurlijk altijd heel lastig om nu al te zeggen. Maar er wordt natuurlijk veel gesproken in de media bijvoorbeeld over het vaccinatiebewijs, waarmee je bijvoorbeeld op vakantie zou kunnen. Nou, als dat bijvoorbeeld doorgaat, dan leidt dat waarschijnlijk tot veel klachten en dus ook meer meldingen. We gaan het zien. Mercy Kamermans, dankjewel. De GGD vaccineert vanaf woensdag weer met het AstraZeneca-vaccin. De vaccinatie met dit middel werd deze week stilgelegd vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. Maar gezondheidsautoriteiten hebben na onderzoek geconcludeerd dat het middel veilig is en weer kan worden gebruikt. De ruim 1800 Zeeuwen die voor deze week een afspraak hadden voor een prik krijgen een sms om een nieuwe afspraak te maken. De horeca in West-Zeeuws-Vlaanderen kan echt nog niet open. Dat antwoordt staatssecretaris Mona Keijzer op Kamervragen. Een aantal Kamerleden had om een uitzondering gevraagd voor de regio, omdat horeca en toerisme sterk verbonden zijn en niet zonder elkaar kunnen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Maar het hoge aantal nieuwe besmettingen laat een heropening niet toe, laat de staatssecretaris weten. Na jaren leegstand is er een nieuwe eigenaar voor een aantal panden van het voormalige postorderbedrijf Neckerman in Sint-Jansteen.
Een Vlaamse kaasfabriek neemt er binnenkort zijn intrek. De gemeente Hulst is blij. We zijn natuurlijk eigenlijk, ja, dolblij is wat overdreven, maar we zijn heel erg tevreden dat er nu eindelijk iemand is die deze verpauperde omgeving aan gaat pakken. 7 jaar geleden ging Neckerman failliet en al die tijd is er niets met de leegstaande gebouwen en omgeving gebeurd. En daar gaat nu dus verandering in komen door de uitbreiding van het kaasbedrijf. Die gaat daar een mooi hoofdkantoor van maken, die gaat er ook een verwerking, een inpakafdeling maken. En voor de rest zal dat natuurlijk nog in ontwikkeling komen. Wat men met de gebouwen exact allemaal gaat doen, dat weet ik natuurlijk niet, daar ga ik ook niet over. De uitbreidingsplannen van de kaasfabriek leveren naar verwachting 100 nieuwe banen op. En er komt er eindelijk een huisarts in Zeeland om het huisartsentekort te verkleinen. Kan hij geen huis vinden? Rick van Lieren en zijn vrouw wonen nu nog in Rotterdam. Maar over 2 weken al start Rick als huisarts in Zeeland. Maar het vinden van een huis blijkt lastig. Het is dan toch jammer dat een huisarts geen huis kan vinden. Dus jammer. Het stel luidde de noodklok op social media en kreeg daar leuke reacties op. We hebben een paar uitgeprint. Er was zelfs iemand die zat te denken aan een huizenruil. Die wilde wel graag een maandje in Rotterdam wonen, of wij dan niet in zijn huis in Zeeland konden. De oproep had succes, want ze hebben inmiddels een tijdelijke huurwoning, maar zouden alsnog graag iets kunnen kopen. Wat ons eigenlijk ook het meest verbaasde, van ja, als wij al geen huis kunnen vinden. Rick is huisarts, ik ben ook hoog opgeleid, we hebben een heel vangnet van vrienden en familie. Als het ons al niet lukt, hoe gaan die andere huisartsen dat dan doen, die misschien vanuit andere plekken van Nederland hier naartoe gaan? De Zeeuwse huisartsencorporatie erkent en betreurt het probleem, maar kan op dit moment helaas niks betekenen voor huisartsen die naar Zeeland komen. Nog een paar dagen en dan zit het kamerwerk er voor hem op. Tweede Kamerlid Tobias van Gent keert dan met veel plezier terug naar de schoolbanken. De Middelburger zat bijna 2,5 jaar in de Tweede Kamer voor de VVD, maar heeft zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld, want hij kan het onderwijs niet missen. Ja, ik ben een wat ouderwetse docent, dus ik heb een hele collectie wandkaarten. Je kunt tegenwoordig alles op computers projecteren, maar zo'n kaart, dat vind ik ook, dat is natuurlijk prachtig. En ik gebruik altijd de beroemde woorden van Theodore Roosevelt: speak softly, but carry a big stick. En dan kom ik zwaaiend met die stokken, kom ik dan het klaslokaal binnen. Je moet altijd nog wel een stok hebben om mee te kunnen slaan. Precies. We missen natuurlijk de studenten, want het is coronatijd. Maar ja, ik bevond me op een kruispunt in mijn leven als het ware. En ja, de twee passies, politiek en geschiedenis, en dan vooral ook het doseren van geschiedenis. Ja, en het laatste heeft toch de doorslag gegeven. Van Gent zat bijna 2,5 jaar in de Tweede Kamer. Zijn hart lag daar wel, maar ook nog bij het onderwijs. Toch heeft hij geen spijt van zijn stap. Oh nee, ik heb er absoluut geen spijt van. Want ik kwam gewapend met allerlei kennis weer terug naar het klaslokaal. Hè? En ik zeg ook vaak wel eens tegen mijn collega's, we zijn natuurlijk heel veel met de theorie bezig. Hoe werkt de politiek? Hoe is dat in het verleden gegaan? Maar je moet het ook zelf ervaren. Van Gent viel niet heel erg op in de Tweede Kamer. Website Geen Stijl vroeg zich zelfs af wat hij daar deed. Ja, volgens mij Geen Stijl mij het meest nutteloze Kamerlid genoemd. Ik heb dat ook vrolijk zitten delen met mijn fractiegenoten. En want enige zelfspot, dat is iets wat in de politiek toch wel belangrijk is. Hebben ze een punt? Nou, dat weet ik niet. Was het nutteloos? Nee hoor, want ik heb voor mezelf het gevoel echt wel een aantal dingen kunnen doen. Wat ik ook belangrijk vond. Iedereen levert zijn bijdrage, ook in de fractie. Maar soms valt natuurlijk, sommige bijdragen vallen natuurlijk heel erg op en andere weer veel minder. Van Gent is blij dat hij weer aan de slag kan als docent. Maar het kamerwerk zal hij best gaan missen. Ja, zeker, want toen ik ook alleen maar docent was, toen dacht ik alleen maar met het verleden bezig zijn. Dat is één ding. Ik wil ook graag met het heden en met de toekomst bezig zijn. Blij dat u het gedaan heeft? Ik heb geen seconde spijt van gehad, nee. Er gloort licht aan de horizon voor de wielerwedstrijd Tax Pro Classic. De enige Zeeuwse profkoers zit al een tijdje in zwaar weer. Maar organisatiebureau Libema Prof Cycling gaat zich hard maken om de wedstrijd overeind te houden. En de eerste stap in de samenwerking is gezet. Moeilijke tijden voor de Tax Pro Classic. De wedstrijd die ontstaan is uit de Ronde van Midden-Zeeland ging in 2020 niet door. En ook voor dit jaar is er al een streep door de koers gezet. Deels door corona, maar ook door het ontbreken van mankracht en kennis na het vertrek van voorzitter Kees Bal. Daarmee werden de financiële risico's te groot om de renners door Zeeland te laten rijden. Nu gaat het Brabantse bedrijf Libema Prof Cycling, dat wielerwedstrijden organiseert, helpen om de koers weer smoel te geven. Bij het bedrijf is de uit Leeuwendorp afkomstige Martin de Kok manager.
Nou, we hebben zelf natuurlijk Zeeuwse roots als organisatie. En van daaruit hebben we een Zeeuws wielerhart. Ik ken hem zelf natuurlijk al van heel veel jaren geleden en altijd op de voet gevolgd. Dus ik kan er persoonlijk over meepraten, maar ik ken de historie voordien ook nog. En dan is het prachtig als we die kunnen integreren in de ZLM Tour. De eerste stap is dat bekende passages van het parcours van de Tax Pro Classic op donderdag 10 juni worden opgenomen in de tweede etappe van de ZLM Tour. Dat is een andere wedstrijd die ook door Libema wordt georganiseerd. De ambitie is om de Tax Pro Classic volgend jaar weer als zelfstandige wedstrijd op de kalender te krijgen. Een week voor de ZLM Tour. Beide organisaties kunnen dan samenwerken. Omdat we dat als een ijzersterke combinatie zien voor ploegen met name om deel te nemen. Wij positioneren ons echt als dé voorbereidingswedstrijd op de Tour de France voor sprinters. Die positionering die zou Tax Pro Classic ook met zich mee kunnen nemen. Goed nieuws dus voor de wielerfans en in goed staat verslaggever Stefan Nijpjes. Stefan, wat vinden ze er eigenlijk van bij de Tax Pro Classic? Ze zijn er heel erg blij mee. Overigens was er niemand vanmiddag hier aanwezig in Goes van de Tax Pro Classic, want hier werd het een en ander bekendgemaakt. Wel was er een schriftelijke reactie van de hoofdsponsor. Die zegt, ik ben er blij mee en ik zal de wedstrijd ook blijven steunen. Ja, nu werd er net gezegd dat de bekende passages van de Tax Pro Classic opgenomen worden in de tweede etappe. Waar moet ik dan aan denken? Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan de Stormvloedkering, de Oosterscheldekering, de Zeelandbrug. Dat zijn nou van die typische passages die horen bij de Ronde van Midden-Zeeland, bij de Tax Pro Classic, al jarenlang eigenlijk. En ook de Kattendijkse Dijk, die keert voor een deel terug in de route van die etappe. Er zijn vroeger prachtige duels uitgevochten in de finale van die wedstrijd. De finish is hier in Goes. Ik sta nu bij het Omnium en hierachter bij de rondweg, daar zal de finishstreep getrokken worden. Startplaats van de etappe is nog niet bekend. Het zal vermoedelijk op Walcheren zijn, maar dat wordt in een later stadium nog bekendgemaakt. Ja, hoe belangrijk is dit nieuws nou eigenlijk voor het Zeeuwse wielrennen? Nou, ik denk dat dit wel goed nieuws is, want de organisatie van de Tax Pro Classic zat na het vertrek van voorzitter Kees Bal toch even met de handen in het haar. Zo van hoe nu verder, want Kees Bal had veel contacten, wist ook veel, deed ook veel. Maar nu hebben ze dus in Libema Prof Cycling een partner gevonden. Dat is een professioneel bureau dat grote wielerevenementen organiseert. Zoals het EK veldrijden, het EK en WK baanwielrennen. Kortom, dat is wel een serieuze partner. En die gaan dus hun best doen om die Zeeuwse profcours hier overeind te houden. Ja, dan hebben we nog iets anders. Corona, kan het allemaal wel doorgaan? Ja, dat blijft natuurlijk wel spannend, want de ZLM Tour staat gepland van 9 tot en met 13 juni. De vraag is dan, is iedereen dan wel gevaccineerd? Mogen er weer evenementen gehouden worden? Ze hebben overigens wel hier gezegd van, we gaan alleen fietsen als het publiek bij de wedstrijden welkom zijn, want anders doen we het niet. Dus dat blijft natuurlijk wel spannend, want het is nog allerminst zeker. Stefan Nijpjes vanuit Goes, dankjewel. Dankzij de noordoostenwind was het fris, maar hadden we wel een felle zon vandaag met hier en daar een stapelwolk. Vannacht is er kans op lichte vorst en kunnen er lokaal wat mistbanken ontstaan. Morgen begint opnieuw zonnig, maar neemt de bewolking in de middag wel toe en die wolken lossen pas zondag in de middag weer op. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland Nu voor vandaag. Maak er nog een mooie avond van. Een goed weekend en tot morgen.